Focus op de stand van zaken. Het parlement heeft de ID-kaartenwet 2018 gewijzigd. Minister Brontë Somaharjo van Binnenlandse Zaken geeft hierover nader uitleg. Nou, de belangrijkste wijziging in die wet, die is afgelopen week goedgekeurd door het parlement, is dat de oude ID-kaarten geldig zijn tot en met 31 december 2023. In de niet gewijzigde wet stond dat ze geldig waren tot en met maart 2022. Dat maakte dat de mensen die geen nieuwe ID-kaart hadden, geen zaken konden doen, bijvoorbeeld met de bank. En als overheid kan je dat natuurlijk niet toelaten, vooral niet als het niet de schuld is van de burger zelf. Er is een situatie ontstaan dat er te weinig materiaal is voor ID-kaarten. Onthoud wel, je oude ID-kaart is alleen maar geldig wanneer je ook een strookje kan overleggen dat je de nieuwe ID-kaart hebt aangevraagd. De nieuwe ID-kaart is al in bezit van bijna 300.000 Surinamers. Zo'n 100.000 moeten nog een nieuwe ID-kaart krijgen. Van die 100.000 hebben een aantal niet aangevraagd, maar weer een aantal hebben wel aangevraagd en kunnen die niet beschikken omdat er geen materiaal is. En in dat opzicht heeft het parlement een oplossing gevonden, een tussenoplossing, tot en met 31 december 2023. Dus de ID-kaartenmateriaal zijn al besteld en betaald door deze regering, dus we wachten dat het binnenkomt. Maar we konden het niet toelaten dat de mensen die buiten hun schuld om geen nieuwe ID-kaart konden beschikken, geen zaak konden doen. Dus nogmaals, dit is een tussenoplossing. En de mensen die een nieuwe ID-kaart al hebben, dat is helemaal goed. Dat blijft geldig en die ga je nodig blijven hebben. Het is niet zo dat ze zomaar in de rij hebben gestaan, want over een jaar, anderhalf jaar, is die ID-kaart, is die oude niet meer geldig. We zaten echt met het probleem en we moesten een tussenoplossing. Dus ik ben blij dat het parlement een initiatiefvoorstel heeft ingediend en ik ben blij dat het voorstel kamerbreed is aangenomen. In het begin was het gratis, een soort van introductie, maar nu moet iedereen betalen. Dat is logisch, want we betalen natuurlijk ook voor het materiaal. Laatst is er, als ik het goed heb, bijna een bedrag van $700,000 of $800,000 betaald om materiaal binnen te krijgen. En we moeten dat geld natuurlijk ook weer terugkrijgen. Desalniettemin, de kosten die de burger betaalt is ver onder de kostprijs van het materiaal wat wij aanleveren. Dus daarbij komt de regering nog steeds tegemoet, want we willen dat iedereen een nieuwe ID-kaart heeft, een biometrische ID-kaart, want wanneer we de zaken goed aanpakken, dan gaan we veel hebben aan die biometrische ID-kaart. We willen ervoor zorgen dat je dan echt, wanneer je swipe, dat iedereen, dat je gegevens kan zien, dat je daarmee kan werken. Dus we zijn aan het opbouwen. Het is een op zich een goede wet, op zich een goed product, maar die moeten we nu beter uitbouwen. We hebben veel zaken die we nog moeten regelen, waaronder de e-registry. Dat het eigenlijk als eerst moet gedaan worden. E-registry is een elektronische database waaruit eigenlijk de ID-kaart wordt gebouwd. Nu is er omgekeerd gewerkt. Er is toen eerst met de ID-kaart begonnen en nu pas gaan we werken aan de e-registry. Maar dat is geen probleem. Wij proberen zaken recht te trekken die krom zijn en ook dit gaan we recht trekken. Maar ik mag met trots zeggen dat deze nieuwe leiding ook met de directeur Anastasia Pocky van CB stappen vooruit heeft gemaakt met CBB. De rijen zijn veel minder, ook door de diensten die we aanbieden. We hebben bijvoorbeeld een dienst e-loket. Dat betekent dat de bedrijven zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en andere bedrijven namens hun cliënt de gegevens kunnen opvragen bij CBB, zodat die cliënt niet meer in de rij hoeft te staan. Dus wij werken er hard aan. Ik zie zelf dat de rijen minder worden. We gaan nog meer decentraliseren. We gaan proberen digitale te gaan, maar voor digitaal gaan moet je ervoor zorgen dat je brondocumenten, dus de eerste document die over jou gaat, valide is, dat alle gegevens kloppen, anders gaan we verkeerde informatie uitgeven en dat kunnen en mogen wij niet. Dus we gaan stap voor stap de goede richting op. Klantgerichtheidstrainingen worden ook gegeven bij CB. Dus u geeft het aan. Vaak hoor je dat er commentaar is op CB. Maar vaak hoor ik ook wel weer positieve dingen. Ik zie ze ook op Facebook, dat de mensen vriendelijker zijn. Wij kwamen natuurlijk achter met een achterstand van 64 jaar, CBB. En nu proberen we dat goed op te pakken. Ik zie dat de medewerkers gemotiveerd zijn, de ambtenaren gemotiveerd zijn. De leiding is gemotiveerd om er een betere dienstverlening van te maken. En ik weet zeker dat met deze regering, Santokki Brunswijk, wij CBB beter gaan achterlaten dan dat we het hebben aangetroffen. Focus op de stand van zaken.